Een goedemorgen, welkom op de allereerste vlog van het nieuwe jaar 2017. Dus ik al een blauw duimpje omhoog. Mijn naam is Steven Remers en welkom op het Psycho TV channel. En abonneer je zeker op mijn channel. En het is toch godver. Het is al middag. Oh. Man, man, man. Ik lag er gisteren laat in. Het was toch uiteindelijk nog half 6 geworden. Half 6 morgens was het geworden. En nu ben ik weer aan het vloggen al voor jullie. Ik weet niet wat er nog allemaal gaat gebeuren vandaag. Niet veel. Niet veel, want vandaag is niet zoveel open. Want Winterland is maar open tot 2 uur. Jammer. Ja, dat is te begrijpen. Ja, daar is niet veel te doen vandaag buiten. Alleen dat heel veel mensen naar familie nu gaan. Gelukkig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar. Ah, wel via deze weg. Aan mijn kijkers, een gelukkig nieuwjaar 2017 en welkom op de eerste vlog van 2017. Maar we gaan erdoor, we gaan proberen 365 dagen op 365 dagen te filmen, dat we echt een gans jaar op YouTube kunnen zetten tot 2018. En in 2017 gaat sowieso nog een speciaal jaar worden, ook voor mij. Dan ga ik ook alleen wonen. In een sociale appartement, staat ook al vast. Zelfs Zit mijn mijn computer computer te staat zijn. nog niet eens aan. Oh, ik ben pas wakker. Echt waar. Het vuurwerk van Antwerpen was toppie. We hebben dat heel goed gedaan. Alleen een spelbreker. De mist. De mist. De mist. De mist is on fire. Nee. Het is eigenlijk altijd. The roof. The roof. The roof is on fire. Maar ja, nu ga ik jullie nu laten. Het kan zijn dat ik misschien nog vandaag nog wat iets ga doen. Ik ga echt er eens heel diep over nadenken wat ik kan doen vandaag. Ik weet niet veel. Voilà. Zo mensen, ik ben nu onderweg naar Cindy en Christophe. We gaan blijkbaar nog iets uithalen. En nee, oh, dat is de, het is niet wat jij denkt, zo we gaan uithalen. Dus het zijn vissen. We gaan vissen uithalen. En ja. Heeft hij gekregen voor een nieuwjaarsgeschenk blijkbaar. En dan gaan we dan maar kijken, even die vriend ook weer al uit de nood helpen. Maar hij gaat sowieso wel de nacht betalen. Dat is wel afgesproken. En ja, ik ben, er gaat sowieso ook nieuwe muziek ook opkomen op mijn vlogjes. Ik ben die nu, terwijl dat ik thuis weg ben, aan de binnen aan het halen, dus copyright free music. En ja, dat gaat dan weer al mooie compilaties worden, ook van mijn vlogs en al, als ik iets moet versnellen of zo. Terwijl ben ik ook de oudjaars video ook nog aan het bijeen aan het plakken. Die was al een uur aan bijeen aan het plakken, omwille van dat ik ook die YouTube downloads had. En ja, dus daarom dat klimmetje voor dat plakje wat vertraagd is geworden. Voor de rest, bij mij is alles sava. We gaan, ik ben nu dus op weg naar Christophe. Ik hoop dat jullie mijn eerste vlog van het nieuwe jaar leuk vonden. Ja, morgen moet ik dus niet werken gaan. Toppie! Er schijnt dat er sneeuw is verwacht.
Dan ga ik daar ook nog een hele mooie filmpje van maken. Ik weet niet als het gelukt is, maar ik ga het sowieso zeggen. Ik heb opgenomen terwijl ik terug naar huis rijdde. Dus ook eerst naar Cindy en Christophe terug. En dan zo terug naar mijn thuis toe. Als het gelukt is, ja, dan hebben jullie ook een hele mooie, weer al een on-roadtrip filmpje gezien. Wat ook zo versneld is. Op het nieuwe muziek. Ja. Ik heb redelijk wat nieuwe muziek binnengekregen van YouTube. Maar ik mag gebruiken ook voor op mijn filmpjes en al. Dankjewel YouTube daarvoor. Dat je ook wilt samenwerken met mij. Wat. Maar ja. Voor de rest. Doe zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer nog altijd op mijn channel. Ook zeker in 2017 doen. Want ik ga niet stoppen met vloggen. Ik ga gewoon door. 365 vlogs dit jaar. Come on, dat moet toch lukken, hè? En we zitten bijna aan de 100ste vlog. Daar ben ik ook al heel blij om. En ik weet niet hoe het komt dat mijn scherm hier zo wat aan het flippen is. Dat is niet leuk. Oké. Voor de rest wens ik iedereen nogmaals een gelukkig nieuwjaar. Want deze filmpje is op de nieuwjaarsdag gemaakt. Dus dan mag ik nog wel gelukkig nieuwjaar wensen naar jullie toe. Laat ook zeker hier in de comments achter wat jullie voornemens zijn van 2017. Ik ga ze ook lezen. En ik ga daar hoogstwaarschijnlijk ook dan een hele mooie, even in een vlog, een compilatie van maken van alle reacties wat er dan is gekomen op mijn vlog. Dat zal dan op de 3 januari dan verschijnen. Dus al de reacties dan hieronder zal je dan de reactie zien dan. En daarop zal ik dan in een videoboodschap jullie vraag of jullie voornemens ook beantwoorden. Dus bijvoorbeeld, mijn voornemens zijn, ja, ik ga dit jaar dus eindelijk alleen wonen. Mijn sociale woning zal deze zomer normaal gezien klaar moeten zijn. En dan ja, is het inpakken met mijn valies en dan naar Ginder vertrekken. Ja, natuurlijk kan ik daar ook sowieso over vloggen. En dan zal ik daarop antwoorden. Kijk, oh, dat is heel tof dat jij alleen gaat wonen. Heel veel succes daarmee dat je gaat alleen wonen. En vergeet niet altijd naar mijn video's te blijven kijken. En ik hoop dat je een hele leuke tijd gaat beleven in je nieuwe woning. Heel alleen. En misschien dat je ook in de toekomst wel een partner gaat vinden. Zo zal ik dan wel iets beantwoorden. Misschien zal ik ook wel dan nog een partner vinden. Ja of nee, ik weet het niet. Ja, voor de rest ga ik hier nu volledig afronden. En ik zie jullie zeker morgen terug. Salut!